vol weg te komen voordat Schout en Florie samen een wapenstilstand hebben. Kan onze verlies heel veel tijd uitkomen van de Kummerbocht en daardoor de snelheid op het rechte stuk. Dan kan Florie aan de buitenkant komen. Schouten zal naar de binnenkant proberen te gaan. Dat is in ieder geval hetgeen wat hij wel vaker doet. Rommels heel laat in de afkers om Florie geen enkele kans te geven. Uitkomen van de Kummerbocht. Florie kijkt. We weten dat daar ontzettend nauw en krap is en dat het niet makkelijk is om het blijven te komen. Fantastische wedstrijd. Ja, dat is mooi. Als er helemaal dat gevecht ontstaat, dan blijven ze bij elkaar. En dan gaan de rondetijden wat omhoog natuurlijk, maar het gevecht is zoveel leuker. En dat is het mooie leermoment voor de strijding. Stuk voorbij komen en Jake Cook vol in de aanval is bij Liechtenstein richting de Tarzanbocht. Het heikele punt voor Van Os is de laatste sector, is de laatste bocht. En opnieuw verliest hij daar snelheid, heeft hij ook de slipstream die hij weggeeft aan Florie. En dus worden die slipstreamen geblazen over het rechte stuk, waarbij Florie aan de buitenkant gaat komen van Os. Schouten weer dreigt om naar binnen te gaan en versplinteren doet het enige wat hij kan doen. Even op afstand blijven en dan zorgen dat hij zo direct mede de aanval kan over en kan profiteren als daar een momentje is. Maar 47, 3 als snelste. Ja, dat is wel aannemelijk voor iemand die zijn eerste race ging in de race. Daar van ons, door het schuifblad, nog steeds niet. We staan in goed, dan kunnen we alleen nog wat kijken, met name naar de deur. Probeert te komen. Schouten aan de buitenkant kan wat laten insturen, neemt hij minder snelheid mee en als hij nu gocht mee heeft voor zijn punten, gaat hij aan de buitenkant het proberen. Jawel, meer snelheid meenemen en nu zorgen dat hij met rechte stuk gelijk naar binnenkant komt. Hij gaat naar binnen, dat lukt niet, omdat Van Os goed verdedigt. Goed gedaan van de punten. Zit te kijken aan de buitenkant, met z'n drieën. Nee hoor, Schouten en Van Os richting de Tarzanbocht. Schouten weten we van dat hij later is dan Van Os. Dat krijgt het altijd mee. De schijfvlak gaat gelukkig goed aflopen, maar hij had eventjes een beetje een onbalans in de auto. Lastig punt daar als je het schijfvlak induikt. Want, vooraan Jacob en Erik Liechtenstein er een fantastische strijd van maken. Jacob aan de buitenkant bij Liechtenstein in de Tarzanbocht. Zit hij ernaast, maar heeft hij dan ook een bedrijf uit de Tarzanbocht om die snelheid te houden? Nee hoor, Liechtenstein still leads in the Echo Boost ahead of Jake Cook. A tremendous battle there. Attack from Max van Splinteren for turn with the Duratex on the outside of the Tarzan corner. Who will break later? That's big off from Van Os, who just loses his under braking. That was a YouTube material. En daar van ook nog van Os. Het was wel helemaal niet. Maar het was niet snel genoeg. Het was niet snel genoeg. Het stuk al. Heel zwaar.